Ik heb in de vrijwilligerwerk.nl geweest. Ik heb heel veel facturen gezien daar. Ik wil graag kiezen voor buurttoezicht, omdat het past voor mij. Iedereen die interesse heeft in het doen van vrijwilligerswerk kan naar het inloopspreekuur van het vrijwilligerspunt komen. Er wordt dan samen met jou gekeken naar je interesses en mogelijkheden. Ja, leuk hè? Het vrijwilligerspunt heeft mij eigenlijk direct geholpen toen ik een sollicitatie had gestuurd. Toen mocht ik op gesprek komen en toen hebben we eigenlijk verschillende casussen bekeken. Toen hebben we eigenlijk gezamenlijk eentje uitgezocht die het beste bij mij past. Het vrijwilligerspunt heeft een digitale vrijwilligersvacaturebank waarin alle vrijwilligersvacatures vermeld staan. Heb je een interessante vacature gezien, dan zal het vrijwilligerspunt de gegevens doorsturen aan de vrijwilligersorganisatie. En zij nemen contact met jou op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ik had natuurlijk best wel veel informatie meegekregen vanuit het vrijwilligerspunt, van wat ik kan verwachten en hoe de persoon een beetje is. Dus ik was wel voorbereid. Het eerste contact ging een beetje stroef, maar daarna heb ik met het vrijwilligerspunt nog goed contact gehad over hoe dat was gegaan en wat er beter kan en hoe dat nu nog steeds gaat. We blijven het traject volgen totdat je naar tevredenheid aan de slag bent. Ja, het werk bevalt goed. We gaan samen met kleine stapjes vooruit. Het is, je begint natuurlijk met een band eigenlijk beneden en je gaat steeds verder omhoog met z'n tweeën en dat is eigenlijk echt superleuk.